Hey, goeie avond. Hallo. Hallo, goeie avond. Ja. Dichterbij. Okay. Ja. Aad, wat lijkt het me heerlijk. Ja. Als je twee rechterhanden hebt. Of het nu gaat om elektrische, digitale of muzikale rechterhanden. En dat gecombineerd met een hoge mate van sportiviteit, organisatievermogen en vooral hulpvaardigheid. Eigenlijk ben ik een beetje stiekem op al jaloers op al die mensen die op jou kunnen rekenen. Want Aad, waar zou de hertenkamp zijn zonder jouw inbreng? Jij bent daar klusjesman in de breedste zin van het woord. Maar je biedt ook je gezelschap en een luisterend oor. Werd er verhuisd, dan zorg jij voor tv- en internetaansluitingen. En je ging pas weg als alles werkte. Bowlingmiddagen, op jouw kosten. Darten, sjoelen, biljarten of snoekeren in het café. Jij organiseerde het allemaal. Ja, ja, ja. En tijdens de borreluurtjes zorgde jij voor de muziek en de cliënten zongen met je mee. Ja, 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 ja. Corona heeft veel impact gehad, want er mocht er geen bezoek komen. Ja, maar ook daar was jij weer. Je maakte buiten muziek en daar werden niet alleen de cliënten blij van, maar de hele buurt. En je stuurde kaartjes en je hield contact via FaceTime. Muziek is zo'n beetje de rode draad in je leven. Daarom is het ook wel heel mooi dat we je zo mooi midden in een muzikale repetitie treffen. Je haalt je gitaar niet alleen op de vrijdagborrels van de Hertenkamp tevoorschijn. Samen met 7 andere mannen vormde jij de groep Golden Boys. Sommigen zeggen dat deze naam refereert aan jullie leeftijd. Maar dat kan ik me bijna niet voorstellen. Ik denk dat het iets te maken heeft met jullie muzikale kwaliteiten, toch? Ja, absoluut, absoluut. Ja. Geen twijfel. Jullie hebben ieder jaar een muzikaal uitje. Een weekend waarin jullie met gitaar en mondharmonica op stap gaan. Gewoon om gezellig te zingen uit jullie repertoire van zo'n 120 liedjes uit de jaren 60. En natuurlijk doen jullie dat met z'n 7e, want zonder jou zou deze vriendengroep niet bestaan. En dan ben je ook alweer 10 jaar, en dan komen we elkaar nog wel eens tegen, van het Shantycore VOC in Vijfhuizen. Blijkbaar ben je als voorzitter manesje van alles, of in dit geval Aad van alles. Want je regelt de website, je bent betrokken bij de organisatie van het Shanty Festival in Vijfhuizen. Je begeleidt het kinder Shantycore in het Haarlemmermeer Lyceum. En ik noem de Sinterklaas intocht in Vijfhuizen. En dan is er ook nog de muziekparade tijdens de jaarlijkse feestweek in Vijfhuizen. En dan word ik een beetje ademloos van al die activiteiten. Ja. Maar we zijn er nog niet. Oh. Want waar gewone mensen zoals u en ik zo af en toe toch even moeten eten en slapen, dan heeft Aad nog tijd over. En in die tijd besteedt hij aan het helpen van mensen voor wie administratieve zaken wat minder vanzelfsprekend zijn. Ja, ja, juist deze kwetsbare mensen kunnen op jouw hulp rekenen. En dan heb ik het nog niet gehad over de volleybalclub Vijfhuizen, waar je trainer was. Jouw hulp bij vluchtelingenwerk, ondersteuning op zorgboerderij Olsthoorn. Ik ben echt alle oude boeken doorgegaan. Ja. Je collecties voor het Longfonds. Ja, dus je zet met je muzikale talent zet je ook om anderen instrumenten te laten bespelen. Of je leert iemand die blind is om te werken met de computer. Ja.
Het zijn allemaal dingen die mensen hebben verteld over jou. Ja. Beste Aad, de samenleving heeft mensen zoals jij, die altijd klaarstaan voor een ander, heel hard nodig. Jij geeft kleur en muziek aan ons leven, aan ons bestaan. En de mensen die hier zijn en al die anderen die daar voordeel van hebben gehad. Ja. En wij zijn daar allemaal erg van onder de indruk. Het is niet voor niks hè, dat we hier allemaal staan. Ja. Maar we zijn niet de enige. Het heeft zijn majesteit koning Willem-Alexander behaagd je te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. Dat is niet. Jeetje. En nou is het beste Aad zo dat jij zelf muziek maakte. Maar ja, wij dachten, je moet als zo'n muzikant een lintje krijgt, toch ook een obade een keer terugkrijgen. Schijnt het licht speciaal op deze keer als bewoners zo betrokken in de gemeente Haarlemmermeer. Mocht de koning nu behagen, is de ere voor het deugdige brengen, dan is het heel bijzonder van een onderscheiden te zijn. Betrokken bij de JSLV en de zorgboerderij. Bij Tessel altijd actief en maakt iedereen blij. Het spelen en zingen zit deze man echt in het bloed. Van Shantycore tot Golden Boys en het klinkt altijd goed. Burgemeester Schuurmans komt langs. Oh, dat is toch een eer. Een koninklijk tintje, een lintje. Hier in de Haarlemmermeer. In de polder van Noord-Holland. Schijnt het licht, geen stuisje, dan is een keer als bewoners zo betrokken in gemeente Haarlemmermeer. Mocht de koning nu behagen, uit de ere voor u bevorderen, dan is het heel bijzonder vanaf nu onderscheiden te zijn. La la la. Speciaal gebakken voor de... Nou ja, hij is gekopieerd, hè? Je kan hem zien. Hij is echt letterlijk opgenomen. Ja, ja. En wil je van harte feliciteren. En ik wilde even... Wil je niet even erbij komen staan? Ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja, zijn zo mee staan tussen jullie in. Ja. Zo, kijk. Okay. Nou. Ja, wow. Helemaal perplex. Ja, dat denk ik ook. Ja, hè. Ja. Nou, nogmaals, van harte gefeliciteerd. Het is je van harte gegund. Ja, ook van harte gefeliciteerd. Ik doe even zo. Ja. 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 Ja.
dat is het. Ja. Ik vind het echt leuk om bij jou bij terecht te komen. Ja. Ja. Ik wist het niet. Nee. Ik wist het pas toen ik hiervoor was. Ik denk, nou, dat is toch ook een feestje. Oh, jeetje. En jullie muziek is geweldig.